Creatieve Familie, hier is Chantal van Kraftmama. Ik ben vandaag bij de Action geweest. Ik denk, ik ga jullie even laten zien wat ik voor leuke dingetjes gekocht heb. Want het zijn wel aanraders, want voor de prijs kun je het zeker niet laten liggen. Dus als je naar de Action gaat, raad ik het zeker aan om te halen. Ik heb stempels gekocht. En die waren 79 cent. En ik vond ze zo super leuk. Ik zie dat ik eentje dubbel heb gekocht, maar dat is niet erg. Dus heb ik dus een setje om te gaan verloten voor jullie. En ik heb dus deze mooie stempels gekocht. Ik zal ze even zo laten zien. Ze zijn super mooi. En zeker ook mooi om in te kleuren. En voor de prijs, ja, het is echt goedkoop voor kleerstamps. Ook deze met letters. En ik heb al wat leuke ideeën om leuke kaartjes ermee te maken. Volgens mij heb ik zo alle setjes bij elkaar. Volgens mij miste er in ieder geval eentje nog, maar die vond ik niet zo leuk. Dat waren auto's en zo. Daar heb ik al best wel veel van. Maar ja, die engeltjes. Dus stempel je, maak jezelf kaarten. Ik raad het aan om de Action gaan om mooie stempels te kopen. Als tweede heb ik ook duct tape gekocht. En ik zag die bij Lisanne van Lisanne Leeft. Die had ze ook gekocht. En ik denk van ja, weer gekleurde duct tape. Dus ze hebben bij de Action op het moment weer gekleurde duct tape. Dus ik heb 5 rollen gehaald. Dus daar gaan we binnenkort ook heel wat leuks mee maken. Ik denk dat ik jullie ga laten zien hoe je hier een portemonnee zelf van kan maken. Als jullie dat leuk vinden. Dus geef me even natuurlijk een duimpje omhoog als jullie graag willen zien hoe je hier een leuke portemonnee mee maakt. Deze waren volgens mij ook 79 cent. Moet ik even kijken hoor. Wacht. Even kijken. Ik heb extra bloemetje een keertje bewaard. Even kijken. 79 cent waren die. En er zit 6 meter op. Dus dat is echt goedkoop. Dus wil je een duct tape hebben? Bij de Action dus. Ook hadden ze hele mooie schablonen. En normaal snij ik zelf een schablonen. Maar deze waren zo goedkoop dat ik ze niet kon laten liggen. Dus als je nog mooie schablonen zoekt om kaarten te maken. Ik heb deze twee gekocht. Ze hadden 4 of 5 verschillende kleuren volgens mij. Even kijken wat die kosten. Schablonen. Oh hier. 69 cent. En dit is deze zit er dus in. Dit is deze in. Ik vond deze helemaal geweldig. En deze. Hier ga ik zeker een leuke kaart mee maken. En ook heb ik de roze gepakt. Dus de bloemen. Deze en deze twee. Dus ook een aanrader bij de Action op het moment. Hele mooie schablonen. Ze krijgen steeds meer leuke knutselspullen. Ook heb ik simpel karton gekocht. Gewoon kortstok gekocht. Gewoon zo'n kortstok een mooie kaart mee te maken. Dus ik heb een heel leuk idee om een kaart te maken met de schablonen en de stempels. Dus daar hebben we altijd wit papier voor nodig. En ja, ik heb altijd wit papier nodig. Ik heb een nieuw hobby schaartje gekocht. En die van mij was gebroken. En die kon ik altijd gebruiken. En ook hebben we nog een koekjesstempel gekocht. Ik had er al eentje van de Hema. Ja, van de Hema als ik het goed heb. Maar deze vind ik zo leuk. Dat ik hem ook heb meegenomen. Dan kun je dus op koekjes drukken of op klei drukken of zo'n ding allemaal niet. En het zet 100% meet op. Love, meet with love en eat me. En als we dus koekjes gaan bakken vind ik dat wel leuk om zo'n leuk stempel te hebben. Nou, als jullie nou een leuk recept willen weten om dus deze koekjesstempels in te drukken, laat me dat even weten. Dan kan ik jullie het binnenkort laten zien. En eens even kijken, volgens mij was het al op een. Oh ja, ik heb nog. En ik heb verder nog wat noedels gekocht. Oh ja, en ook. Deze heb ik gekocht. Ik eet ze zelf niet, maar mijn kinderen wel. Maar het ging meer om een bakblik. Want je hebt voor 2 euro hebben ze een cupcake bakblik. En ik heb ze wel met 12, maar niet met 6. Dus dat vond ik wel ideaal. Dus die was 2 euro. Die heb ik meegenomen. En ik heb deze meegenomen. Want een aantal van jullie hebben mij gevraagd om pancake art te maken. Ja, en dan kun je het gewoon natuurlijk gaan proberen met deze spuitbus. Die was voor mij 50 cent. En ik heb nog wat lijm gekocht. Dat was het eigenlijk. Nou, dankjewel voor het kijken naar deze korte, maar krachtige shoplog. Heb jij nog leuke dingen bij de Action gekocht die als tip wil doorgeven? Laat me dat even weten onderin. Ik vind dat leuk om van jullie te horen. Ik wens jullie een hele fijne dag. En onthoud jongens, be unique.